Goedenavond. We beginnen met het nieuws van de dag. Het zorgpersoneel moet goed uitrusten van de zorg van de coronapandemie. Veel zorgprofessionals ervaren mentale klachten. Daarover een gesprek met Jan Kloosterman van de RMU. Ja, dat zorgpersoneel, meneer Kloosterman, goedenavond. Goedenavond. Dat moet uitrusten. Ja, dat is te begrijpen na zo'n coronapandemie. Ja. Met heel veel extra werk, onvoorzien werk. En daardoor ander werk wat is blijven liggen. Eh, dus er was een hoge druk omdat er te veel werk was. Met ook de spanningen. gaan we het wel... Redden met z'n allen, kunnen we de zorg bieden. En dan nu kijk je tegen een enorme achterstand aan. Ik, ik heb cijfers gelezen dat het wel een jaar zou kunnen duren. Maar ja. dus welke dan... klachten hebben deze mensen? Deze mensen hebben onder druk gestaan. En dat betekent inspanning. En dan is er ook ontspanning nodig, net als ja. bij ieder werkende. Um, en je merkt ook dat een aantal mensen fysieke klachten hebben. Omdat het natuurlijk, uh, um, als je lang in een ziekenhuis werkt en ook uh, naast de emotionele druk patiënten moet hanteren op, op, op diverse afdelingen, dan kan dat ook een overbelasting geven die fysiek van aard is. Ja. Beide komt dus voor. De coronapandemie duurt anderhalf jaar nu, ja. uh, constant aan het werk, op, op, onder hoogspanning. Wat is er nodig om, die, om te herstellen? Dat is natuurlijk per persoon verschillend. Uh, maar mensen hebben wel, zeg maar, uh, als de rek is geweest, nu ook de dus strek nodig. Oftewel het ontspannen. En dat betekent voor de ene een, een, een stuk vakantie, voor de andere misschien ook gewoon minder uren per week maken. Zodat het weer in normale proportie komt. Um, er zijn er ook die. Ik sprak vandaag nog een arts die echt 100 tot 120 uur heeft gedraaid. Hij zegt: Als ik maar voldoende slaap en af en toe dingen kan doen waar ik echt blij van word, helpt mij dat. Ja. Maar misschien is het ook wel eens ongezond, zei hij heel eerlijk erbij. Ja. Dus mensen zoeken daarin ook naar een naar eigen balans. Ja. Tot slot, hoe ervaart de zorg uh, de waardering uh, nu? Want in het begin stonden we te klappen voor ze. Toen kwam die 1000 euro bonus waar gesteggel over was. Ja. Uh, ja, er is altijd wat. Ja, en misschien is het ook al voor een deel iets wat we allemaal niet zo goed in de greep hebben. Namelijk zijn er voldoende mensen. Ja. Uh, snel mensen opleiden lukt niet. Maar herintreden is ook nog niet zo eenvoudig in de zorg. Met alles wat je moet kunnen en kennen en weten. Dus ja. Um, al zou een baas graag willen en waardeert hij zijn mensen, als het weinig schouders zijn waarover je het werk moet verdelen, is die krapte nog steeds voelbaar. En dat hoor ik eigenlijk het meeste op het ja. moment. Ja. Iets wat in de zorg niet kan, is hybride werken. Nee, dat gaat heel moeilijk. Ja, je moet aan het bed zijn, letterlijk. Ja. Maar in, op een kantoor, bedrijven kunnen dat wel. Ja. Ziet u dat blijvend uh, in de samenleving uh, in de toekomst? Uh... Ik denk dat de coronapandemie uh, het op zijn minst heel hoog op de agenda heeft gezet. Ja. En je zou kunnen zeggen dat het één groot experiment is geweest. Omdat weliswaar met uitzonderingen die je onder andere net noemde. En ook vuilnismannen zijn gelukkig nog steeds langs geweest. Maar voor een heel aantal beroepen die uh, bureaugebonden zijn. Ja. Is het thuis gebeurd? Want hybride werk is hier werk deels thuis en deels op kantoor. Zo is het. En uh, ja, of we al helemaal de balans kunnen opmaken van dat grote experiment. Ja. Je ziet in het begin een stuk euforie. Er zijn ook een heel aantal grote werkgevers in Nederland. die hebben gezegd: Dit wordt de toekomst. en wij schalen gewoon werkplekken af. Meteen een fixe kostenbesparing: Minder kantoren, minder Precies. ruimte. Minder verwarming, ja. minder gas, water ja. en licht. Uh, een snelle berekening laat zien: 1,7 miljard besparing. bij een paar grote werkgevers. Nou, dat, dat wilde wel in. Tegelijkertijd, als je dit langer thuis doet. mis je ook een aantal dingen. Kom je de nadelen tegen. En ja, de discussie kantelt wel een beetje. Hè. Van wat is nou. Um, uh, het voordeel en wat is het nadeel? En ze zijn er op zijn minst beide. Ja. En wat ik zelf ook zie, is dat het per sector verschilt. En binnen een sector, kijk naar mijn eigen werkomgeving, ook per persoon. Ja. Dus welke, welke sector heeft er bijvoorbeeld voordeel van? Je kunt, um, uh, ik dacht zelfs vorige week, architecten kunnen thuis tekenen. Ja. Dat ging niet helemaal op. Het uitwerken wel, maar het creatieve proces niet. Ja. Um, een juridisch dossier maken kun je voor een heel groot deel uh, vaak ook wel thuis doen. Mm. Tenzij je weer heel veel papier nodig hebt, maar het meeste, steeds meer, is digitaal. Eh, administrateuren kunnen voor een deel, aanzienlijk deel, als de, pakketten goed, de softwarepakketten goed bereikbaar zijn, hun werk ook thuis doen. Ja. Eh, dus dat zijn voorbeelden van beroepen waarin het wel gaat. Ja, maar je zou kunnen zeggen dat werkgevers denken van ik kan hier besparen, economisch. En werknemers denken eh, het sociale aspect. Ik wil mijn collega's ontmoeten. Ja, maar ook die werkgevers hebben dat sociale aspect nodig. Wat denk je van het cultiveren van je ja, bedrijfscultuur? Mm -hmm. Van heel veel toch wel crea creatieve en innovatieve processen. Um, niet alleen een leerlingbespreking doe je het best als je met elkaar aan tafel zit, ja. maar die architect die ik sprak zei ook, het ontwerpen van een nieuw concept is niet alleen techniek. Het is een creatief proces, daar heb ik mijn collega's voor nodig. Ja. Um, een, een goed communicatief idee uitwerken, omdat je een nieuw uh, magazine uit wil brengen, ik noem maar wat, moet je echt doen met elkaar om tafel, in plaats van bestanden heen en weer mailen. Dat hmm. zou wel kunnen, maar loopt veel minder prettig. Ja, het, is, het is nu 2021, hoe ziet u de maatschappij over, beleven er wel zo'n vijf jaar? Ik denk dat er uh, veel meer oog komt voor het maatwerk. En dan bedoel ik dat in goed overleg tussen een leidinggevende en de werknemer zelf uh, wordt gekeken wat passend is. Ja. Uh, GroenLinks, D66 hebben natuurlijk eigenlijk een wetgeving of een motie daartoe ingediend van kunnen we niet een thuiswerkplicht doen... Dat is afgewezen, want het is iets voor een cao's. Mm. En onze overheid heeft, Kolmees, uh, gezegd: laten we de SER, ja, de Sociaal-Economische Raad, om een goed advies vragen over hybride werken. Dat ja. komt waarschijnlijk na de zomer. Ik denk dat dat wel door heel veel werkgevers, werknemers, goed bekeken zal gaan worden. Ze zitten er trouwens ook bij aan tafel ja. om input te leveren. Om te kijken wat is nou niet alleen haalbaar, maar ook wenselijk. Ja, want u zegt: het is ons overkomen ja. door die coronapandemie. Ja. Want in die cao's moeten ook dingen geregeld worden. als uh, vergoeding voor eten en drinken, voor energie, voor nou, alles wat je thuis gebruikt. Ja, Nibud heeft daar natuurlijk al een berekening voor ja. gemaakt: 2 euro per dag. Maar dat doet maar een deel van de aspecten recht. Ja. Namelijk kosten die je maakt. En daar moet je het over hebben. Uh, maar nogmaals: het, het, het creatieve effect om je werk goed te doen. maar ook het niet te onderschatten koffiepraatje. Um, uh, en gewoon de sociale omgang met elkaar. De, de rituelen die je die hebt door waar collega's. De, de tafel, ja. het dartbord waar je omheen staat met elkaar. Ja. Dat doet natuurlijk mee in hoe jouw werk wordt beleefd. Ja. En dat doet ook mee in een stuk output. Want niet alleen maar hard werken is, is het geheim. Het is ook de inspanning en ontspanning op het werk om optimaal te kunnen uh, presteren. Ja, ik wil er nog even één groep uitlichten, dat zijn de jongeren. Ja. Vandaag werd bekend dat die de dupe zijn van thuiswerken. Ja. Hoe komt dat? Nou, jongeren die uh, in een nieuwe baan stappen, uh, doen dat dikwijls met opgestroopte mouwen, maar hebben ook nog heel veel te leren, staan ja. daar ook open voor en hebben ervaring nodig om zich heen om meegenomen te worden in het vak. Heel oud principe, meestergezel. Mm. Um, Aan de andere kant, die jongeren zijn meesters in computer, computertaal, uh, ja. online met elkaar ja. verbonden zijn. Oh ja. oh ja, ze brengen de nodige braadje mee. Ja. Dat is ook, daar is ook heel, heel veel positiefs over te zeggen. En je hebt je ervaren collega's ook nodig om het vak te leren. Uh, met mensen die al een aantal meters hebben gemaakt. En, en dat, dat ontmoet elkaar via schermen. Ja, dat gaat het beste op de werkvloer. En dat laat ook zien dat het niet alleen een belang is van werkgevers of alleen een belang is van een werknemer die zegt het komt mij het beste uit als ik zoveel thuis mag ja. werken. Maar dat je ook een gezamenlijk bovenliggend belang hebt, noem het een bedrijfsbelang, wat dat dan ook is. En daar zit een cultuuraspect aan, er zit ook samendragen van die cultuur. En er zit ook creatieve processen aan om iets te ontwerpen, een bespreking samen te doen. Uh, ...een vergadering goed te voeren. Ja. U bent zelf een voorbeeld van uh, uh, hoe je in coronatijd in een nieuwe baan bent begonnen. Ja. Het andere anderhalf jaar geleden bij de RMU begonnen. U kwam ja. met het onderwijs. Ja. Moest u uw weg vinden? Ja, en dat eerlijk is eerlijk, ik vond het gewoon lastig. In een digitale wereld? Echt waar. Ja. Uh, een maand lang, nou ja, ik wist dat er achter elke deur was. Een aantal collega's uh, waar je intensief mee werkt... ...had ik een paar keer mee aan tafel gezet, ja. gezeten. Een heel aantal ook nog niet. En dan ga je met z'n allen lockdown. En natuurlijk hebben we de digitale weg gebruikt. Maar dat zijn allemaal platte glazen mensen... Mm -hmm. Vandaag stonden we buiten koffie te drinken in een grote kring met 14 man. Um, en toen dacht ik, ja, dit is dus het echte contact. Ja. Dat, dat is er gewoon veel minder tot niet geweest in die achterliggende tijd. Dat heb ik gemist. Ja. En ik merk dat het bij heel veel collega's ook zo. Wil je elkaar gewoon als prietpraat, uh, voor de prietpraat ontmoeten? Ja, dan moet je toch samen uh, bij elkaar zijn. Of in ieder geval in de buurt van elkaar zijn. Om te kunnen zien wat het lijf ook zegt, om ja. het zo maar eens te zeggen. Ja, nou laten we dat hopen dat dat weer terugkomt. En dat we dat met z'n allen weer kunnen doen. Dank ja. voor deze toelichting, Jan Kloosterman.